Ani per conos ave dinge notizie che la live mi nomberta titolo clay pa durazione il programma mi nomi te vai presentare mi invitato pa ave il programma di ave nota live però sento un motivo di tempo mas temprano di dia ave mi grava mi intervista come invitato pa ave cutava ta signora Alexandra van Huffelen cuta è attuale segretario di stato olandes na Holanda cuta attende tambe cu assunto nan di Aruba. Una entrevista di meia ora, per la quale nos ha si, nos conversa hopi, ha si hopi pregunta, e di caso che ha di hopi tema nan cuta di laira, cuta di duda di vangele, e muta chere, cu casi sicuro, cu nos logra, logra di concretizza varios duda, pregunta, assumptions, cuta ting ainda. Por ejemplo, maianta dia 1 settembre, dia di prensa, por cierto, riba qual ti un ultimatum of ti un deadline of ti un streefdatum e pregunta ta ti in verdad un deadline pa mañan pa Aruba entrega su proposición pa lo que ta e lei di reino di supervisión financiera este raft si of no e te contesta esa aquí pa mi tambe pa kiko Aruba to orto trata diferente ku Aruba e Corsou ku palanque ta e kwetschalde. Tambe, un menestre lance si van aquí un pregunta público e que aclaración di Holanda riba su comportación. Well, nos hacen aclaración, pe, nos hace su trabajo, pe, nos hace pregunta y nos tiene contesta. Entonces, vamos a entrevista con mi sostener más temprano a ver con señora Alexandra van Huffelen, secretario de Estado holandés, riba el tema principal, que entre otros, más bien, es parte de. Craft y también el refinanciamiento de Aruba. Bedankt voor het interview, staatssecretaris. Laten we meteen zo beginnen. Op het moment van dit interview. Heeft u een nieuwe aanbod en of versie gekregen van Aruba over de huidige raft? Want morgen is 1 september en dan blijkt dat er een soort streefdatum is, geen echte deadline. Maar heeft u op dit moment, dat we nog een dag ervoor zitten, nog een aanbod gekregen? Op dit moment niet. Hè. We hebben inderdaad in het kader van de herfinanciering van de coronaleningen met elkaar afgesproken dat, dat morgen het moment is waarop, of het uiterste moment is waarop er voorstellen kunnen worden ingediend door de landen. Ik heb nog niet een voorstel gekregen van Aruba en ik hoop natuurlijk nog dat dat komt. Want ja, we hebben natuurlijk in het kader van de problemen met corona, hebben we de landen en zeker ook Aruba kunnen helpen door medische goederen te geven en op allerlei andere manieren ook hulp te bieden. Dat hebben we natuurlijk graag gedaan, want de situatie was toen zeer ernstig. We hebben ook geld geleend en we weten dat die leningen aflopen op 10 oktober. En we weten ook dat Aruba en ook Curaçao en Sint Maarten niet in staat zijn om die leningen in één keer af te betalen. Dus we willen heel graag een herfinancieringsaanbod doen. En ook liefst een aanbod dat zo gunstig mogelijk is voor Aruba en natuurlijk ook voor Curaçao en Sint Maarten. Maar daarvoor hebben we een hulp en informatie nodig van de landen. En vanuit Aruba hebben we dat nog niet gekregen. Wel vanuit Sint Maarten hebben we ook al goede afspraken kunnen maken. Ook met Curaçao zijn we een stuk verder. Maar vanuit Aruba hebben we dat voorstel nog niet. En we zien alleen via de media allerlei fantasierijke dingen voorbij komen. Maar we hebben nog niet een concreet aanbod. En dat is, dat begint nu wel te dringen met nog 1 dag te gaan. Dus als er nog geen versie of geen akkoord is na 1 september, wat gebeurt er nu precies na morgen? Nou ja, wat wij steeds gezegd hebben is dat we sowieso een herfinanciering willen aanbieden. Want we willen niet in een situatie komen dat we het geld in één keer gaan opeisen bij Aruba. Wat we dus willen is dat wat we zullen doen dan. En wat we willen is vooral zorgen dat we wel een goede overeenkomst kunnen maken. Op basis van een voorstel van Aruba. Maar als dat niet komt, wat we dan zullen doen is inderdaad de herfinanciering vormgeven op een eigenlijk zo simpel mogelijke manier. Dat betekent dat er in de komende jaren door Aruba zal moeten worden terugbetaald, afgelost.
en ook rente zal moeten worden betaald. Maar zonder dat er financieel toezicht is op de manier zoals we dat ons voorstellen, dus via een rijkswet, een wet die we samen maken, betekent dat dat Aruba een hoog rentepercentage zal moeten betalen. Eigenlijk dezelfde rente die het land zal betalen als je op de kapitaalmarkt gaat lenen. En dat is natuurlijk heel ongunstig voor het land, is vooral ongunstig voor de inwoners, betekent dat er minder geld is om te investeren in wegen, in onderwijs, in het aanpakken van armoedeproblematiek. Maar dat is wel de resultante van het feit dat er niet een concrete afspraak is, of zou dan de resultante daarvan zijn. Want ja, Nederland wil ook heel graag zeker weten dat de middelen weer terugkomen die zijn uitgeleend. De inwoners van Nederland hebben natuurlijk ook recht op dat er terug wordt betaald, maar ook dat er zekerheid is over die terugbetaling. U wil dat geen ultimatum of geen deadline noemen, maar een soort streefdatum. Dan kan bijvoorbeeld Aruba denken: ach, gebeurt toch niks morgen. We hebben nog altijd de kans, dus misschien hebben we toch volgende week nog de kans. Dus eigenlijk is er geen urgentie als je zo hoort praten, of begrijp ik het verkeerd? Nee, kijk, we hebben steeds gezegd dat de urgentie is er vanwege het aflopen van de leningen per 10 oktober. En ook de procedures die er nog moeten worden gevolgd om te zorgen dat als je al een akkoord hebt, dat je dat ook verder kunt uitwerken en daar afspraken over kunt maken. Maar ja, dus de deadline daarvoor is inderdaad 1 september. Wat het punt natuurlijk is dat er ook, en dat hebben we ook steeds gezegd, ook op een later moment nog aanvullende of nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. Dus kort en goed komt het er dan op neer dat als we niet een voorstel krijgen vanuit Aruba, ja, dan hebben we niks anders dan een voorstel zelf te doen ten aanzien van de herfinanciering. Want we zullen in ieder geval een voorstel aanbieden. We gaan niet aan Aruba vragen in één keer op 10 oktober al het geld terug te betalen. We doen dan een voorstel, maar dat is niet een voorstel dat dan waarschijnlijk het meest gunstig is voor Aruba, of niet. Waarschijnlijk dat is een voorstel wat niet gunstig is voor Aruba. Dat kan dus nog beter. Maar de kern is wel dat we altijd hebben gezegd dat dan ook op een later moment we nog wel aanvullende afspraken kunnen maken. Maar voor de eerste aflossing zal Aruba dan een hoog rentepercentage moeten betalen. Dat betekent echt ongeveer 3 keer zoveel kosten als in een situatie waarin we wel met elkaar goede afspraken maken. Ja, en dat is wat mij betreft niet wenselijk. Het gaat echt over tientallen miljoenen florin per jaar. En we kunnen dus echt tot betere afspraken komen. En ik roep dan ook de regering van Aruba af om te komen met een goed voorstel waar we met elkaar overeenstemming over kunnen krijgen. Om daarmee voor de inwoners van Aruba en echt de beste overeenkomst, de beste deal te kunnen maken. Als ik u dus goed begrijp, dan zegt u als morgen nog steeds niks komt, of het is eigenlijk al nu de tijd, want het tijdverschil is groot, dan hoor ik u zeggen dat ze mogen volgende week nog iets inleveren, maar omdat het voor 1 september niet gebeurd is, dan is sowieso de eerste tranche, de eerste betaling, is met een hoge rente. Dan Ja, kunnen ze niet daar vanaf. komt het inderdaad op neer. Dus we kunnen nog verderop in de tijd andere afspraken maken. Maar de procedures aan onze kant maken het. En dat weet Aruba ook, en dat weet de regering ook. Dat het dan het eerste jaar of de eerste jaren zullen we dan inderdaad met een hoger rentepercentage werken. En niet alleen dat, we kunnen ook geen specifieke afspraken maken over de aflossing. Zoals we bijvoorbeeld met Sint Maarten hebben gedaan, die in de eerste jaren geen aflossingen doen. Om daarmee ruimte te houden voor investeringen die in het land heel erg nodig zijn. In onderwijs, in de wegen, in duurzaamheid, het aanpakken van het klimaatprobleem, dat soort onderwerpen. Dus u heeft het over jaren, dus geen maanden. Dus over een paar jaar, als het een jaar of twee duurt, daarna is de volgende kans om een andere soort rente te krijgen. Ja, weet je, dat is echt heel moeilijk om daar iets over te zeggen, want ik weet gewoon niet wat er komt en wanneer er wel een voorstel van Aruba komt. Nogmaals, ik hoop vooral dat het morgen komt en dat het een voorstel is wat ook, ja, waarvan Aruba weet ook wat voor Nederland belangrijk is en wat voor ons nodig is om tot een goede afspraak te komen. Dus ik hoop dat dat er komt. Daarna wordt het inderdaad echt speculeren, want ik heb geen idee wanneer er dan een nieuw of ander voorstel komt, hoe dat eruit ziet, enzovoort, enzovoort. Maar nogmaals, mijn hart is ook bij de Arubanen. Ik vind het ontzettend belangrijk dat wij met elkaar goede en verstandige afspraken maken, die ook realistisch zijn vanuit Nederlands perspectief.
En ja, weet je, als je geld leent, of dat nou bij een bank is om een huis te kopen of een hypotheek af te sluiten, ja, dan moet je op een gegeven moment terugbetalen. Dan maak je ook afspraken over onder welke condities. Die kun je dan ook niet eenzijdig veranderen. Dus ja, dat is ontzettend belangrijk dat we dat ook in dit geval doen. Nogmaals, met mijn grote wens dat dit op een zo gunstige manier mogelijk kan. Volgende week beslist de Tweede Kamer over de dossiers in behandeling, inclusief de RAFT en de herfinanciering. Mocht de Tweede Kamer beslissen volgende week dat allebei controversiële dossiers zijn, hoe gaat u dan hier verder mee? Of stopt alles dan meteen? Nou ja, kijk, het punt is dat we sowieso in een situatie komen dat we een herfinanciering willen aanbieden. En daarvoor is het inderdaad wenselijk dat de Tweede Kamer daar ook mee aan het werk gaat. Ik heb geen indicaties dat dat controversieel verklaard gaat worden. En dat zou inderdaad, als dat wel zou gebeuren, zouden we in een hele vervelende situatie komen, want dan kunnen we geen herfinanciering aanbieden. Voor wat betreft de RAFT, kijk, het punt is dat we met elkaar hebben gezegd dat financieel toezicht heel belangrijk is. Daar heeft de Tweede Kamer ook nog een motie over aangenomen vlak voor het zomerreces. Dat maakte ook, daarmee ondersteunt de Kamer ook heel breed het beleid van deze regering, namelijk herfinanciering aanbieden vinden we heel belangrijk. Het liefst tegen hele gunstige voorwaarden, maar dan is financieel toezicht van belang. En dat is niet alleen voor Nederland van belang, dat is vooral ook voor het land zelf, voor Aruba zelf van belang. Want goede en gezonde overheidsfinancieringen, die heb je hard nodig. Niet alleen maar om geld van ons te lenen, maar ook om geld te lenen van andere partijen als dat nodig is. Om middelen over te houden om te kunnen investeren in wegen, in onderwijs, in het aanpakken van armoede. Al dat soort onderwerpen. En ja, het is ook heel normaal, hè? Nederland heeft ook financieel toezicht vanuit in dit geval Europa. Financieel toezicht, dat gaat over hoeveel overheidstekorten wij mogen hebben, over hoeveel schuld we mogen hebben. En ook daar wordt zeer streng op toegezien. En dat helpt ons ook, houdt ons ook bij de les om verstandige dingen te doen. Nou, datzelfde vragen we ook van Aruba. Dat is ook al, en dat hebben we ook al voor Curaçao en Sint Maarten, blijft ook in stand. En nogmaals, ik hoop vooral dat we snel tot goede afspraken kunnen maken in het grote belang van alle inwoners van Aruba. U had het net over fantasieverhalen, maar ik wil het even houden bij concrete uitlatingen van de Arubaanse regering hier in Aruba. En dat zegt dan het volgende: mocht Aruba tekenen voor de Rijkswet, dan krijgt Aruba volgens de Arubaanse premier alsnog niet dezelfde rente als Nederland, namelijk de normale 2,7%, maar een 3,2%. En dan heeft het over een halve procent extra. En daarmee, zegt zij, verdient Nederland extra geld voor haar kas, volgens de premier. Mijn vraag: is het waar en zo ja, waarom het verschil? De kern is dat als we tot overeenstemming kunnen komen, dan is de basis waarop we dan de herfinanciering regelen inderdaad de rente die Nederland betaalt. We hebben daar een kleine opslag op, die we ook tot nu toe hebben gehad op deze regeling. En dat heeft te maken met het feit dat er ook transactiekosten zijn enzovoort enzovoort. Dus die opslag is er inderdaad, maar de rente is gebaseerd op de Nederlandse rente, die aanmerkelijk lager is dan de rente die Aruba moet betalen op de kapitaalmarkt. En dat voordeel, dat gunstige rentevoordeel, willen we graag doorgeven aan Aruba. Maar dan wel als we met elkaar tot goede afspraken maken en er ook goed toezicht is op de financiën van de overheid van Aruba. Dus dan heeft de premier inderdaad gelijk dat Nederland dan een beetje geld extra verdient met Aruba door die opslag. Dus het is Ja, maar geen. dat is niet geld verdienen, want we hebben zelf ook kosten. En die kosten brengen we ook in rekening. Ook Aruba, even kijken wat ik zie ze. Geeft Aruba de kans om elders te lenen, weliswaar tegen hogere rente, terwijl u juist wil dat Aruba lagere kosten heeft. Door buiten te lenen zal Aruba veel miljoenen meer moeten betalen aan de rente. Terwijl Nederland juist wil dat Aruba haar kosten verlaagt. Mensen denken dan: is dit een beetje hypocriet van de Nederlandse kant? Nou kijk, het is aan het land Aruba, of land Aruba heeft de mogelijkheid om niet alleen bij Nederland te lenen, maar ook op de kapitaalmarkt of bij andere landen. Dat is een situatie, als je dat doet, als Aruba dat doet, dan betekent dat er sowieso een hoog rentepercentage geldt. Wat wij graag willen doen rondom deze COVID-leningen, die leningen die bij Nederland zijn afgesloten, is juist dat lagere rentepercentage in rekening brengen, omdat daarmee
gewoon veel minder kosten zijn voor het land. En dan kan het geld, de opbrengsten van de belastingen en andere inkomsten van het land, kunnen dan worden gebruikt voor dingen die belangrijk zijn voor de inwoners. Nou, daar hadden we het al over, hè? Over wegen, over duurzaamheid, over armoedebestrijding, over onderwijs. Maar het is inderdaad zo dat formeel de situatie zo is dat Europa ook bij andere partijen geld kan lenen. Okay. En nog de kop van een artikel deze week nog van de vicepremier, meneer Ursula Arends. En die zegt, ik citeer, Aruba wil opheldering van Nederland over hun aanbieding. Hun probleem is dat het tekenen van de raft alleen helpt bij de COVID-lening, terwijl Aruba nog een andere rente heeft van 250 miljoen. En dus de vraag is, als Aruba de raft tekent, zal Nederland de voordelige rente die ze krijgen voor de COVID ook toepassen bij andere leningen die Aruba momenteel heeft. Nee, kijk, dat is een van de dingen die ik tot nu toe heb ik dat aanbod, of beter gezegd dat voorstel, nog ook helemaal niet gezien. Maar wat de minister hier vraagt is om alle leningen van Aruba, als ik het tenminste goed begrijp, alle leningen die Aruba heeft, dus ook bij andere partijen dan Nederland, door Nederland te laten overnemen en dan vervolgens ook daarop een lager rentepercentage te laten gelden. Nou, dat gaat over miljarden, hè, dat gaat over ongelooflijk veel geld, zo'n 5 miljard florin. Nou ja, of Nederland is daar zeker niet zomaar toe bereid. En al helemaal niet, wanneer er nog helemaal geen sprake is dat we überhaupt een deal hebben gemaakt over deze huidige voorliggende leningen. Dus ja, nogmaals, ik lees dit soort verhalen natuurlijk ook in de media. Uiteraard volg ik wat er gebeurt, wat politici zeggen en delen van de regering ook zeggen op het eiland. Ik hoor aan de andere kant ook hele andere geluiden. Hè? Bijvoorbeeld het bedrijfsleven op Aruba dat zegt. Maak nou een afspraak met Nederland en een goede, want dat is in het belang van ons land. Daarmee geven we stabiliteit en helderheid. Dat is ook gunstig voor als er straks misschien bij andere partijen weer geld geleend moet worden. Want onduidelijkheid over die leningen en de rentepercentage met Nederland zorgt ervoor dat andere partijen die geld hebben uitstaan bij Aruba zich ook afvragen: wat is er nou precies aan de hand en hoe zit dit nu? Dus nogmaals, ik zie daar verschillende berichten. Wensen vanuit de regering, maar die heb ik nog niet gekregen. Nogmaals, ik zit daarop te wachten en ik hoop dat dat zo snel mogelijk komt. Want anders, ja, dan kunnen we voorlopig niks anders doen dan tegen een hoger percentage geld uitlenen, de herfinanciering omzetten in een terugbetaling met hoge rente. En ik zie ook tegelijkertijd mensen op Aruba die zeggen. Zorg er nou voor dat we zo snel mogelijk afspraken maken. En dat is precies wat ik wil. En dus het is een kort antwoord is dus nee op het antwoord van meneer, de vraag van meneer Arends. Dus Nederland zal het dus niet doen. Dus wat zij vragen om ook te helpen met die andere leningen. Ja, kijk, ik punt is een beetje dat ik het zo moeilijk vind om op voorstellen te reageren. En daar noemde ik het ook al nogal fantasievol, die niet concreet bij mij voorligt. Dus ik weet niet waar ik op ja of nee zou moeten zeggen. Nogmaals, we praten hier over die COVID-leningen en de herfinanciering daarvan. Daarover wil ik ook heel graag in gesprek op basis van goede voorstellen. Ik heb ook met de regering besproken dat hè, als die huidige raft die voor ligt nog wijzigingen behoeft, is dat ook bespreekbaar voor mij als de kern daarvan maar blijft, namelijk goed financieel toezicht, wat ontzettend belangrijk is voor iedereen, voor de Arubanen, voor Nederland. Maar ja, zolang er niet een concreet voorstel ligt, dan vind ik het gewoon heel moeilijk om te reageren op dingen die ik uit de media hoor. Punt. Ja. Even voor de goede orde, wat ik nu heb gevraagd en gezegd is gewoon echt geciteerd, letterlijk, uit het bericht van de premier. Dus het is, ja, het zijn niet echt fantasieverhalen van de regering. Dan is mijn vraag, zulke uitlatingen terwijl u bezig bent aan het onderhandelen, zulke uitlatingen die zij doen in de media, stoort het de onderhandelingen met Nederland? Of, want u hoort allemaal verschillende verhalen en zonder iets concreets te hebben. Dus zulke uitlatingen helpen die, verstoren die of zegt u... Ja, laat me gaan. Nee, kijk, wat ik gewoon ontzettend vervelend vind, is dat we op dit moment weliswaar, hè, we hebben besprekingen gehad. Vorige week hadden we, denk ik, best een goed gesprek. De premier heeft gezegd, ik maak een voorstel, wat ook passend is, wat helpt. Nou, dat voorstel heb ik nog niet gekregen. Ja, en als dat voorstel niet komt, natuurlijk is dat dan ook niet constructief, hè? Dat helpt niet in de relatie. Want nogmaals, ik ben erop uit om te zorgen dat we hele goede afspraken maken met het land. En ik wil daarbij ook heel graag samenwerken met de regering.
Maar ja, dan heb ik ook wel een partij nodig die zorgt dat er goede voorstellen komen. En nogmaals, die heb ik nog niet gekregen. En tegelijkertijd, inderdaad, ja, helpt het niet wanneer er van allerlei berichten in de media verschijnen over ideeën die die regering heeft, terwijl die niet met mij worden gedeeld. De premier zegt iedere keer na zo'n gesprek met u, en u zegt het ook, het was een goed gesprek. Dus men heeft de indruk dat alles koek en ei is. Terwijl, als je zo hoort praten, er zijn wel goede gesprekken, maar de inhoud is er nog niet. Dus misschien is het niet een beetje verblindend dat die uitspraken van iedere kant dat het een goed gesprek is, terwijl er nog niks gelukt is. Nou ja, kijk, het punt is dat die gesprekken inderdaad gewoon in een goede sfeer plaatsvinden. En dat is natuurlijk aangenaam. Maar ja, en daarom begin ik ook een beetje ongeduldig te worden. Ze leiden niet tot concrete resultaten die goed zijn voor Aruba. En dat vind ik heel vervelend. Maar ja, in dit geval ben ik afhankelijk van een voorstel dat uit Aruba moet komen, om vervolgens goede afspraken te maken. Als die er niet zijn, dan weet Aruba ook dat mij geen andere keuze is, dat ik geen andere keuze heb dan inderdaad een herfinancieringsaanbod te doen tegen de minst gunstige voorwaarden voor het land. Aruba's angst voor de rijkwet is voornamelijk dat het parlement van Aruba haar budgetrecht verliest en Aruba daardoor haar autonomie. U betwist dit altijd. Wat is dan de garantie dat dit niet gebeurt, dus dat Aruba haar autonomie niet verliest als Aruba eenmaal voor deze wet kiest? Nou ja, omdat die Rijkswet gaat uit van financieel toezicht. En in de Rijkswet maken we afspraken over begrotingsnormeringen enzovoort. Dus bijvoorbeeld hoeveel schuld mag je hebben als land, of hoeveel tekorten mag je hebben, of hoeveel overschot moet je hebben jaarlijks op je begroting. Die afspraken maken we gezamenlijk. Die keuze, hè, een Rijkswet is niet voor niks een Rijkswet. Daar hebben de staten ook een rol in. En ook het Nederlands parlement. We maken hem gezamenlijk. En uiteraard ook bij de regeringen. Dat doet niets af aan de autonomie van het land. Net zo goed als Nederland een autonoom land is binnen de Europese Unie. En tegelijkertijd ook met die Europese Unie afspraken heeft gemaakt over de normen van de begroting. Hoeveel schuld we mogen hebben, wat de jaarlijkse overschotten of tekorten mogen zijn. Dat zijn allemaal dingen die wij ook hebben afgesproken. En die disciplineren ons om steeds weer goed te kijken naar hoe houden we onze overheidsfinanciën gezond. Want zonder gezonde overheidsfinanciën, ja, dan kun je in het land niks meer bereiken. Oké. Aruba hekert aan het feit dat Nederland Aruba opscheept met een rijkswet, maar geen oor heeft voor een kwijtschelding, terwijl Curaçao en Aruba die wel gekregen hebben. Mijn eerste vraag is: waarom is Nederland tegen een kwijtschelding van Aruba? En hun stelling is juist dat zelfs met een rijkswet is de financiële situatie op Aruba en Sint Maarten, of Curaçao, sorry, en Sint Maarten verslechterd. Dus een financieel toezicht per Rijkswet is geen garantie voor een gezonde financiële situatie en daarom dus niet nodig op Aruba. Hoe reageert u op zo'n stelling? Volgens mij heb ik al goed uitgelegd dat echt heel belangrijk is dat er financieel toezicht is voor ieder land. Voor Nederland, voor Curaçao, voor Sint Maarten. Omdat het namelijk je helpt als regering om de juiste keuzes te maken als het gaat over het behouden van gezonde financiën. En natuurlijk doe je dat op basis van een besluit dat ook niet alleen de regering, maar ook de staten maakt. Maar als het gaat over die kwijtschelding van de lening, ja, kijk, in 2010 is dat aan de orde geweest voor Curaçao en Sint Maarten, vooral omdat we toen te maken hadden met een staatkundige wijziging. Er zijn allerlei afspraken gemaakt in het kader van het ontmantelen van de Antillen. En daar was Aruba natuurlijk al geen onderdeel meer van, met de status aparte die al in 1986 is ontstaan. En onderdeel van die afspraken die we toen gemaakt hadden, is ook het kwijtschelden van leningen. Maar dat is een veel groter pakket, wat nu niet aan de orde is. Op dit moment hebben we het over het terugbetalen van leningen die de landen hebben afgesloten in de coronatijd. Leningen die ze hebben gekregen naast heel veel geld dat er ook gewoon geschonken is in de vorm van goederen, medische goederen, hulp met bijvoorbeeld het inhuren van medisch personeel, van alles en nog wat. Maar we hebben een deel daarvan ook geleend. En die lening die moet inderdaad worden terugbetaald, omdat dat, nou ja, net zo goed geld is van de inwoners van Nederland. En daar willen we een goed arrangement voor maken, zodat de lasten daarvan zo klein mogelijk zijn. En alle landen, Curaçao, Sint Maarten en ook Aruba, de mogelijkheid hebben om te blijven investeren in dingen die heel erg hard nodig zijn. Want economische groei en ontwikkeling bijvoorbeeld is iets wat nog steeds heel erg nodig is voor iedereen.
Nee. Je had het net over de verschillen van mening tussen de regering en de vakbonden en de andere mensen. Dus de kraftkwestie heeft Aruba verder gepolariseerd. De vraag is, is Nederland nog bereid om water bij de wijn te gooien? Of is dit geen wijn meer of geen water meer? En u zegt, mijn geduld is bijna op, dus opkomen met jullie aan bod en dan zien we wel. Ja, de kern is toch eigenlijk heel simpel, hè? Dus we hebben aangegeven, voor ons is alles mogelijk. We kunnen ook een herfinanciering aanbieden zonder dat die Rijkswet er is. Maar dat betekent dus hele hoge rentepercentages. En wat ik heel jammer vind, en dat zie ik natuurlijk ook, dat die discussie op Aruba zo scherp is en wordt gevoerd. Want de kern is eigenlijk dat ja, toezicht hebben op financiën. Goede wederzijdse afspraken maken als je met elkaar als je geld leent, zoals je dat zelf ook doet, als je geld leent van de bank bijvoorbeeld, of voor mijn part van de buurman, dan verwacht je ook dat die voorwaarden die je afspreekt, dat je die niet eenzijdig kan veranderen. Nou, dus goed toezicht is echt iets wat hoort bij ieder land, bij een land dat goed gemanaged is, bij landen die met elkaar afspraken maken. Dus het is niet iets heel bijzonders wat Nederland vraagt. Maar we zeggen wel, ja, wij vinden dat als er geen goed financieel toezicht is, dan lopen we veel meer risico. Dat risico, dat zien we hetzelfde als de markt dat ziet, hè, als Aruba geld leent van de markt. Maar laten we het vooral niet groter maken dan het is. Financieel toezicht helpt je om je overheidsfinanciën gezond te houden. Dat is belangrijk voor het land, voor de toekomst, voor alle inwoners, om te zorgen dat je economisch kunt groeien. Het laat ook zien aan allerlei soorten van investeerders dat het land goed georganiseerd is. Dat er een goede basis is, dat je ook andere investeerders met vertrouwen kunnen investeren. En dat maakt iets wat dat is iets wat echt heel belangrijk is. En daarom hoop ik eigenlijk ook dat we daar met elkaar uit kunnen komen. Nogmaals, het gaat over financieel toezicht. We kunnen best over nog kleine dingen uit die raft met elkaar spreken, of dat anders moet worden ingericht. De naam van de wet mag ook veranderen als dat helpt. Maar de kern is wel dat we goede afspraken moeten maken over financieel toezicht. Als het gaat om het zorgen dat we ook zeker weten dat we met elkaar met vertrouwen ja, verder kunnen. Dus ik hoop eigenlijk vooral dat we dat ook in de komende tijd gaan realiseren. En ik hoop vooral ook echt dat we dat kunnen doen in de komende tijd. Want ja, ieder moment dat we niet klaar zijn voor 10 oktober betekent gewoon extra betalen. En dat zou ik echt heel zonde vinden. Zo hoor ik u zeggen, niet vergelijken met Curaçao en Sint Maarten, dat is een andere situatie. Dus Aruba is Aruba en de andere eilanden hebben een eigen situatie. Ja, en die is natuurlijk. Ja, daar zijn hele andere afspraken aan de orde geweest in 2010. Ja. En uiteindelijk om te sluiten, laat me het zo zeggen. U zei net ook ergens, hoor ik u zeggen, geduld is bijna of ook op een keertje. Hoe dichtbij bent u bij dat moment en wat kan er dan gebeuren? Zegt u, oké, ik heb er nu genoeg van. Ik ben lief gebleven, maar nu houdt het ook op. Wat zijn de consequenties dan voor Aruba, mocht het afgelopen zijn en zeggen, oké, nu is het genoeg? Wat gebeurt er dan? Kijk, het punt is niet dat er geduld op is of zo, hè? Dus het punt is dat wat ik heel graag wil, is goede afspraken maken die zo gunstig mogelijk zijn voor Aruba. Maar daar hebben we een deadline voor. En de voorstellen daarvoor moeten we morgen ook uiterlijk hebben, want anders lukt het niet meer. Altijd blijft het mogelijk om daarna weer erop terug te komen en met elkaar verder te spreken. Maar het betekent in feite wel dat ik niet anders kan doen dan inderdaad tegen ongunstige voorwaarden die lening aanbieden. En dat vind ik inderdaad, zoals ik al eerder heb aangegeven, ontzettend zonde, heel jammer. Helpt niet in onze relatie, niet in onze samenwerking. Helpt vooral niet voor de inwoners van Aruba om te zorgen dat er de mogelijkheid is om geld te besteden aan dingen die jullie belangrijk vinden. Die mensen die op het eiland wonen belangrijk vinden. Nou, en ik weet dat mensen heel graag willen dat de wegen goed zijn en dat er gewerkt wordt, dat er geïnvesteerd wordt in onderwijs en dat armoedeproblemen worden opgelost, dat er geïnvesteerd wordt in duurzame energie. Om het klimaatprobleem aan te pakken. Nou, dat zou ik ook heel graag willen. Maar ik blijf altijd geduld hebben om als het in een later stadium is, met Aruba in gesprek te gaan. Ik hoop alleen dat het niet nodig is, dat we het zo snel mogelijk kunnen doen. Nogmaals, omdat het heel veel beter is voor de inwoners van Aruba. Het gaat echt heel veel geld schelen. En het zou fijn zijn als we die afspraken dus met elkaar ook kunnen maken.
Waarom de vraag? Omdat je had het net over fantasieverhalen. Er is wel eentje die de ronde doet dat Nederland op een gegeven moment zo boos wordt dat ze gaan trekken aan bijvoorbeeld een KB voor Aruba. Maar ik hoor u zeggen, zo erg wordt het echt niet. Het ergste wat kan gebeuren, tussen aanhalingstekens, is dat jullie een hogere rente betalen. Dat is ook slecht, maar het gaat niet zo ver dat wij bij de bel gaan trekken en dat jullie dan een KB opgeschreven krijgen. Zo erg wordt het niet, maar wel een hogere rente. Nee, de kern is inderdaad dat we hebben het gewoon over de herfinanciering van deze leningen. De condities waarop dat zou moeten plaatsvinden. Nogmaals, als het niet lukt om tot overeenstemming te komen, als er niet een voorstel is, dan wordt dat een hogere rente betalen. Maar we zijn lid van één koninkrijk. We horen bij elkaar. Dat blijven we ook. Maar goed, nogmaals, het zou heel ongunstig zijn als we er niet uit kunnen komen. Als Europa niet met een voorstel komt. Dus daar zit ik nog steeds op te wachten. En ik hoop dus ook volgende. Ik hoop dus ook morgen een goed voorstel van Aruba te kunnen krijgen. Ik kijk naar de tijd, we hebben 30 minuten. Ik zal vragen als ik misschien een halve vraag mag stellen nog, of is het oké met u? Ja, een halve vraag kan nog inderdaad. Daarna moet ik helaas Ja, precies. door. Ja. De vraag is, u zegt ja, we moeten schulden betalen en u saved money met 30 miljoen bijvoorbeeld minder betalen aan interest of zo. En die geld kunnen we gebruiken voor betere dingen. En zij zeggen nee, maar de regel van Nederland is, al het geld die we extra krijgen, moeten we toch betalen aan de schuld. Dus het geld dat extra, dat we extra kunnen saven, die kunnen we echt niet gebruiken voor iets anders dan de schuld betalen. Nou ja, daar gaat het eigenlijk over zeg maar de details van hoe we de herfinanciering vorm gaan geven. En bijvoorbeeld bij Sint Maarten hebben we gezegd, er is de mogelijkheid om de eerste jaren niet af te lossen, om daarmee de mogelijkheid te hebben om ook echt te investeren. Dus dat soort arrangementen kunnen. Maar nogmaals, daar hebben we gewoon een goed en doorgerekend voorstel van Aruba voor nodig. Oké. Maar dat kan dus. Ja, er zijn varianten mogelijk om dit goed op te lossen. En nogmaals, mijn relatie met de regering is uitstekend. Ik ben ontzettend gesteld op alle mensen die op het eiland wonen. Ik heb een hart voor Aruba. Dus ik hoop vooral dat we in de komende dagen met elkaar een goede afspraak kunnen maken. Ja, en dan zal dat ook echt veel meer opleveren voor het land dan wanneer we dat niet doen. Staatssecretaris, ik wil u hartelijk bedanken voor uw tijd. Ik weet dat u heel druk bent en toch heeft u ons een tijdje gegeven. Bedankt en nog een fijne weekend. Ja. Dat was onze entrevista die avonoche con secretario de Estado holandés, señora Alexandra van Huffelen. 30 minuten, con los agentes chile, con de quere, a votar bien el juez PSI, si a lograr de concretizar o de estabilizar tu duda o pregunta que usted estaba en algún, nos hace varias preguntas y alguna cosa queda remarcada. Señora Van Heuvelen, te queda de buen ánimo, aunque tan hopicla, que su paciencia está acabando. Y una vez que su paciencia acaba, tu cosa sale fuera de su mano y no puede hacer nada otro que donar tu cama lo que tiene, que está su propia proposición. Básicamente, tu cosa de mano de gobierno de Aruba. Si para mañana. Ainda, e não há uma proposição que não por aceitar, por segurança, mas aceitar isso aqui ainda. Se não há isso aqui, automaticamente Aruba, para o próximo ano ou dois, vai pagar um interesse muito mais alto, 3 vezes mais alto que o que está aí normalmente, o que está aí normalmente. Perguntarão para que nós estamos aí uma dispensação de placa, duas situações totalmente diferentes. También, Holanda tenga rotundamente de pagar también a una Aruba interés más bajo. Otro interés tan que nos tiene pendiente, que tú preguntas que el ministro vicepremier, señor Ursula Arendt, si el alance es de prensa. Por cierto, ese también está irritado el mandatario, por su visa, mientras que no está. Negociando, vos está así gritando de prensa, vos está lanza vos comentario de prensa y eso obviamente no te ayuda. Y así no tiene una cantidad más de pregunta y contesta con nosotros. Va y contestarán lo que vos estás haciendo con él, te queda por responsabilidad, usted le sigue de forma responsable,
nosotras y nuestro boss, esperando que vos quede satisfecho. Un día más, mi nombre está Titula Clay, va a 30 minutos con el secretario de Estado Van Huffelen, sobre el tema de refinanciamiento de Aruba su débito de COVID y también si el concepto de RAFT para Aruba queda entregado. Y mañana, en verdad, tiene un deadline. El deadline está quedando vigente por cambios aquí en la camina, pero el dura un poco, prometo Aruba, bien de marca y ahora para lo que está interés, hope más un poco. Mira más, por favor, aquí está que está mi programa. Otra semana más, tengo otro invitado interesante, el líder del partido Acción 21, según el señor Miguel Mansur. Trabaja con nosotros para duración del programa. No olvidar, Welcome Snack, situado dentro de la Salstrat, 7 días para semana abril, 46 horas más tarde, 2 horas más día. Semi, Sonia y Beatriz te guardaban con un sonrisa y van a encarar mi pastel, mi croquet, el dedito de Malargo y todo trabajar en un in-house. Tengo un duche sopi, no te abrí, tengo 2 horas, todo día, 7 días para semana. También voy a estar en Bocorant, en nombre de Nan, quiero agradecer por estar con nosotros. Pasa un feliz noche para mi colega Nan de prensa y acaba de adelantar. Gracias por vuestra cooperación durante el entero año. Me te cuento con vuestra cooperación y vuestra por cuenta con nosotros. Para bien, naturo, mi colega Nan de prensa, arriba nos día, mañana, día, promedio de septiembre. Pasa un feliz noche y te despedimos.